Hey, bij deze tutorial gaan we het hebben over ademhaling. En daar heb ik twee Adonissen voor bij me, namelijk... Cyril en Wout. Oké, de juiste ademhaling. Er zijn twee aspecten. Lange ademhaling en diepe ademhaling. Lange ademhaling is heel goed om bijvoorbeeld tijdens rappen of langzame ballads lange zinnen goed te kunnen projecteren. Diepe ademhaling is heel erg goed nodig voor toonhoogteverschillen. Dus of Doe je handen op je buik. Voel even of die lekker goed los is. En blaas eens een kaars uit. Dus kin goed 90 graden en blaas eens een kaars uit zo. En meteen dus je handen weer naar beneden laten vallen op je buik dan. Nog een keer. Ja, heel goed. Nog een keer. Heel goed. De lange ademhaling voor als je bijvoorbeeld... Jay-Z nummers wilt rappen of je wilt een lange ballad, een geladen ballad wil je doen, met een hele lange noten zit, heb je dus diepe ademhaling, steun, maar ook lange ademhaling nodig. Nu komt de battle. Prrr. Kijk elkaar diep in de ogen. Nee. Oké, ja. Dat is een goede houding overigens. Nee. Wat we gaan doen is proberen te kijken hoe lang wij de s kunnen vasthouden. Dus weer handen op je buik. Adem naar je buik toe. En probeer je buik dan inderdaad je handen dus naar voren te duwen. Schouders laag. Heel goed. Heel goed. En zeg eens s, zolang je kan. Jij zwemt, of niet? Nee. Oh. Nee, heel goed, heel goed. Cyril heeft gewonnen. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om een battle. Het gaat erom dat je de longcapaciteit traint. En inderdaad je middenrif traint om langzaam naar binnen te gaan. Waardoor je inderdaad veel langere tonen of zinnen zou kunnen uitspreken. Dit was natuurlijk op de s. Maar er zijn ook nog veel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld sh of v of als jullie dit thuis doen, is het misschien zelfs leuk om er een timertje bij te houden. Want je zult binnen de kortste keren zien dat je echt ontzettende sprongen maakt in hoe lang je je adem daadwerkelijk kunt uitstellen. Dus, veel plezier. Dankjewel Cyril. Dankjewel Wout. Tot de volgende keer.